Vanavond dien ik met Mirjam Sterk van de CDA-fractie een wet in. En dat gaat over het moratorium. Wij willen dat mensen die schulden hebben gemaakt, ook als het een eigen stomme fout is, weer hun leven op poten kunnen zetten. Al was het maar voor hun vrienden en familie die ook soms de vernieling ingaan door die schulden. Dat betekent, het moratorium, dat ze even rust krijgen om hun schulden af te betalen. En niet zeg maar achtervolgd worden door allerlei hele agressieve schuldeisers, want die zijn er heel veel in Nederland. Schuldeisers met bergen boter op hun hoofd, die echt het onderste uit de kam willen hebben, waardoor mensen nooit meer van de schuld afkomen, maar waardoor ook goede bedrijven ook naar het geld kunnen fluiten. Die wet dienen we vanavond in, samen met Mirjam Sterk, die gaat de meerderheid halen. En ik ben daar heel gelukkig mee en heel veel mensen zijn daar in Nederland mee geholpen.